Nintendo fans! Afgelopen woensdag was de Nintendo Direct van februari. Voor degenen die niet weten wat het is, in een Direct kondigt Nintendo al zijn nieuwe games voor het komende half jaar aan. En ik ging samen met de community deze Nintendo Direct kijken op twitch.tv/Rikachu. Dat was live en ik wist niet wat er ging gebeuren. Van tevoren gaan we een beetje voorbeschouwen en dan ga ik het hebben over welke games ik graag zou willen zien. En er was één game waar ik echt al jaren naar uitkijk. Jullie hebben het al in de titel gezien, in de thumbnail gezien. Ik wilde een nieuw voetbalspel met Mario. Nou, weet je wat? Ga maar gewoon kijken naar mijn live voorbeschouwing van afgelopen woensdag. Oh, en doe even je duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren en zet het belletje aan. En laat in de reacties weten wat jouw favoriete sport is. Oh, ik ga nog één ding laten zien. Hoe laat is het nu? 22:48, we hebben nog tijd zat. Dit wil ik, maar denk ik dat nooit meer gaat komen. Maar ik wil het wel. Kijk dan. Voetbal. Ik weet niet, dit is wel een beetje een gekke trailer of zo. Is dit de officiële trailer van Nintendo? Ik kan me niet voorstellen. Super Mario Strikers, jongens. Ik wil een volwaardig FIFA van Mario. Geef mij dit. Kijk, dit is goed. We hebben dit al. We hebben tennis, we hebben golf, we hebben alles. We krijgen van alles en nog wat. Maar waar blijft een nieuwe voetbalgame? Wanneer krijgen we eindelijk nou weer een keer dit? Dat we met freaking Diddy Kong zo op bam in de kruising kunnen schieten, maar wordt er net uitgehaald en weet ik veel wat. Dit is geen trailer sowieso, dit is een hele video dedicated aan Mario Strikers, waarom we het wel of niet krijgen. Superleuke video, maar ik wil vooral lekker gameplay beelden zien van Mario Strikers. Ik wil dit. I need this, zegt lauw vrouw ook. Mario Waterpolo, ja, lekker happy ending. Ja, dit is echt iets wat ik wil. De GameCube was de laatste keer. Oh nee, de Wii was de laatste keer. Maar het moet toch kunnen? Dit moet toch kunnen? Ik bedoel, we vonden tennis vonden we toch ook leuk met z'n allen? En golf vonden veel mensen ook leuk. Vond ik zelf iets minder leuk dan tennis. Maar voetbal, jongens. Er zijn over de hele wereld gezien toch meer mensen die voetbal leuk vinden. Leuker vinden dan golf en tennis, lijkt mij. Dus waarom? Waarom geen nieuwe voetbalgame, Nintendo? Geef gewoon dit. Laat mij gewoon voetballen. Laat mij Wario van dat veld beuken. Come on. Het is tijd. Het is hoog tijd, Nintendo. Het is hoog tijd. Zou wel sens maken met WK dit jaar, zegt Tolkens Beest. Precies. Absoluut. Ja, man. Mario Strikers 3 zou een droom zijn, zegt Hamerbroer. Voor mij ook. Geef dit, jongens. Absoluut, man. Als dit komt, ben ik klaar. Als dit komt, dan is het voor mij al een geslaagde direct. Als zij zeggen, Mario Strikers 3 in april, alsjeblieft, het komt. Dan ben ik klaar. Dan kan de rest mij gestolen worden. Dan hoef ik geen Metroid, dan hoef ik geen Zelda shit. Dan ben ik klaar. Dan is het gewoon mooi. Geen 60 euro? Jawel, 60 euro mag van mij voor deze game. Helemaal prima. Maar de direct heeft een fancy nieuwe countdown. Oh, nou dan gaan we zo eens even, kijken. Oh ja, ik zie het ja. Oh, dit ziet er wel echt een stuk beter uit, ja. Dit is echt stukken beter. Dit is gewoon clean en zo. Ja, en toen begon de Direct dus. En halverwege kwam opeens die game die ik zo graag wilde hebben. En dit was mijn reactie. En ik weet dat ik hier nooit scheld, maar ik kon me even niet inhouden door de hype. Dus ik zal het netjes wegbliepen. Nee! Wat? Nee! Holy shit! Ik zat even niet op te letten! Ze doen het gewoon! Niet! Niet! Oh my god! Beste direct ooit! Ik zei nog, ik hoop dat ze dit gaan doen, maar ik denk het toch eigenlijk niet. Maar het wordt wel weer een keer tijd. Vet! Oh, ik ben hier zo blij mee. Dit wordt zo cool. Mario Strikers, Battle League Football. Prepare for Strike. A 5-on-5 sport-like football that's way heavy on offense. Aim for goals by dribbling and passing to teammates. As well as by using tackles, items, and crushing special shots. Holy shit. The main rule in this sport is to rule the field. Try to score more goals than your opponents. Ja, man. Ook al die items en zo. That's nice. That'll help you with your strategies. First, the gear you equip.
It changes not only your appearance, but also your stats like speed, strength, and pass accuracy. Customize as you see fit. Second, the hypersoort. Kan je die ook aanpassen? Kan je kiezen wat voor hypersoort je wil doen? Grab an orb when it appears on the field and charge it while your opponents are distracted. Oh, die art style is ook zo cool, jongens. Die art style. Not one, but two goals. Zo vet. Up to 8 players. 4 players on each team can compete against each other on one Nintendo Switch console. In addition to individual matches, online play will have an online club mode. Ja, man. Join an in-game club and compete for placement in the rankings. Oh my god! 20 players can join a club. We gaan Rikachu Club doen, jongens! Ja, man! Rikachu Club, let's go! Let's go! Try to become the world's top club. Let's go! Maar er kunnen maar 20 mensen in, dat is wel nak. Tackles and hyper strikes. Moeten even kijken hoe we dat gaan doen. Goes on this field. Mario Strikers. 10 juni! Football. Yeah! Oh, ik ben zo blij! Dit is waarom je de direct hier kijkt, jongen. Dan komen die gekke predictions en dan komen ze nog uit ook. What the hell? Ja, man! Ja, man! Oh, ik ben klaar. Ik ben klaar. Voor mij is het al goed. Oh, man, de hype is zo groot, de hype level. Holy. Oh, ik mag niet schelden, maar het komt door de hype. Sorry, jongens. Sorry, jonge kijkers. Ik scheld normaal nooit, maar Mario Strikers, dit doet met iets met me. Sorry. Oké, dit ken ik niet. Maar ik ben wel benieuwd. Oh, nee, ik ben niet benieuwd. Oké, laat maar. Ik ga even een rondje rennen, jongens. Ik ga even een rondje rennen. Mijn energie moet eruit. Mix and match various weapons and parts to customize your Vanzo. Ja, jongens, een nieuw Mario voetbalspel. Dit is alles wat ik al jarenlang wilde. Eigenlijk sinds de Switch uit is, wilde ik deze game al. En op 10 juni is het zover. Ik ga die helemaal kapot spelen. Dus ik hoop ook op een goede story mode voor op YouTube. Wil je dat zien? Knal die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En laat even een leuke reactie achter. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Oh ja! En als je meer live reacties van mij wil op dit YouTube-kanaal, zet het dan ook even in de comments. En misschien gaan we dat wel doen. Mazzel!